En dat doet hij kort. Daar pakt hij een seconde. Dat doet hij kort. Maar dan komt natuurlijk Klaas met de lange halen. Al zijn het trippelpasjes. En hij blijft haperen. Je mag dan wel voor de kortste weg kiezen, maar niet te kort. Dat heeft een seconde, een miniseconde gekost. En toch geeft hij niet op. Toch is hij taai. Ja. Klaas is een sterke, stoere vent. En blijft weer jagen. Blijft ineens opjagen. Dat gaat hem krachten kosten om terug te keren. Fout is snel gemaakt. Ook hier op. Erg ver buiten in die bocht. Kijk een keer hier. Hij wil zo kort afzetten. Blijft daarachter. Dat lintang. Ja, het lijkt een patatazak, maar het is een Amerikaans lint. Ja, en het is niet met de pedaal. Het is met de derieur. Nog opletten ook. Nijs, heel behoedzaam door die bocht. Nog eens even omkijken. En dan weer aanzetten. Hij heeft een meter of 10. Maar dan komt weer Klaas met die lange halen in een lange sprint. Dan heb ik de indruk dat hij toch weer wat dichterbij sluipt. Ja, maar Nijs, er zit ook nog wel iets op. Het is toch man tegen man, even sterk zijn ze. Aansnijden van de bochten. Seconde of 3. Ongerustheid bij Nijs. Links, rechts kijken. En hier zijn Troef nog eens uitspelen. De verlossing, de balken. Nooit verlost, daar heb je Klaas alweer. Daar heb je Klaas alweer. Die komt er op 2 seconden. Oeps, en erover. En Klaas te voet. En dan weer snel opspringen. 3 seconden is het verschil. 3 seconden is het verschil. Het rekt. En dan weer optrekken. En dan alles eruit halen om toch nog eens die droom waar te maken. Toch nog eens een wereldtitel uit de brand te slepen. Die regenboogdrui straks kunnen ophangen. Zit het erin? Het zit er wat aan te komen. Hè? Ik denk dat de Thibaut het nu niet meer redt. Dit zijn er 4,5. Terrible race, hoor ik de Amerikaanse collega zeggen. Hij heeft gelijk, hè. Ik denk dat zij daarvan onder de indruk komen van de machtexplosies die hier nu allemaal te zien zijn. Nijs komt op zijn terrein nu. De bochtjes, de lastige stukken. Een man van 36. Het is voor de 5e keer, denk ik, dat hij omkijkt. Ik zou dat niet meer doen. Ik zou vooruitkijken en knallen naar die wereldtitel. En vooral rekenen op de techniciteit, op die enorme bagage die hij van moeder natuur meegekregen heeft. Hier, vooral niet struikelen. Daar komt Klaas ook al uit de bocht. Die heeft zich nog niet gewonnen. Belangen nog niet gewonnen. Seconde of 4, 4,5. Been los. En dan weer proberen op te trekken. Zo ver mogelijk naar boven er helemaal op de power. Oeps, en dan weer de tuik en de volgende pak. Oei, oei, oei. Rustig Sven, rustig daar. Daar nog even de voet aan de grond. Nog 150 meter veld en het is zover. En Klaas van Tornhout is boven. Laatste bocht. Hier heb je die vaste camera en Van Tornhout die komt nog tot op een seconde of 2. Hè. Die komt nog tot op een seconde of 2. Nijs wint. Maar Sven Nijs, dames en heren, is wereldkampioen. En dat op zijn 36e. Op een moment waarvan Liboton en Erik de Vlaming geen sprake meer is. Zou dit dan de beste crosser aller tijden zijn? Ik denk het wel. Nijs is wereldkampioen. En dat voor de 2e keer in zijn carrière. Hij had het op basis van zijn kwaliteit en misschien een keer of 7, 8 kunnen worden. Sven Nijs. Many congratulations, just became world champion in the United States, very special location. What are you thinking then? Yeah, that it's amazing and that last year I said I don't do it anymore and now I win the world championships in the States. I would say thanks to all the US fans, they helped me a lot. It was a lot of motivation for me. They create something special here in the States. The weather, the circumstances, a day earlier, all my family, my fans in Belgium, the National Federation, they did one hell of a job and I'm really happy with my second world title and now my career is complete. Would you say the decisive moment of the race was the moment when Van Tornhout made a mistake on the limestones? I didn't saw it. Half the course I had a flat tire just before the boxes and I tried to close the gap immediately and at the end of the race I felt that I was the strongest but it cost also a lot of energy because you are nervous and you can't make any mistake and I knew that I need to have the first place in the technical zone in the last part of the race and there I did my acceleration and before the obstacles and then it was full gas until the finish line and
It's really nervous and it cost a lot of energy, but I'm really happy. Iedereen kent het verhaal. Je zou stoppen aan het einde van volgend seizoen. Ga je nog door? Je had nu een seizoen in de regenboogtrui. Ga je dan nog je carrière verlengen? Ik heb altijd gezegd dat het heel mooi is om als wereldkampioen afscheid te nemen van het veldrijden. Ik ga daar nu geen uitspraak over doen, want dat zou heel dom zijn. Ik ga daar rustig mijn tijd voor pakken, maar ik denk dat deze wereldtitel nog mooier is dan mijn eerste. Ik heb er hard moeten voor knokken. En ik ben ongelooflijk tevreden, omdat het hier in Amerika is. Het respect dat ik hier heb gekregen de afgelopen maanden. De aanmoedigingen van het thuisfront, van de Belgische federatie, van iedereen die hier aanwezig was. Zelfs van de mechaniekers, van de andere ploegen, soigneurs. Dus klassewerk. Die dag vroeger is dan toch voor mij niet zo slecht geweest. Proficiat. Enjoy. Dank u wel. Okay, meegeven terwijl Klaas van Tornouts, Sven Nys en Van der Rater op het podium komen, dat het WK in 2016, mocht je het nog niet gelezen hebben, weer in Zolder doorgaat. Waar Nys overigens derde werd in 2002. Dat is, dat weet u net zo goed als ik, 11 jaar geleden. Mooi beeld is dat. Een man van 36 naast een knaap van 20. Hij die de geschiedenis van deze sport geschreven heeft, herschreven heeft, op een hoger niveau getild. En mogelijk iemand die in zijn voetsporen gaat lopen. Veel respect ook voor het werk van Klaas van Tornouts. Die heeft hier na een denderend Belgisch kampioenschap ook een fantastisch wereldkampioenschap gewonnen. Brons voor het jongetje uit Nederland, Lars van der Haar. 5 medailles in totaal voor Nederland. Eentje meer dan wij. De uitslag is de omgekeerde van die van het Belgisch kampioenschap. Maar deze man mag 4 zijn op zijn zilveren medaille. Maar er is maar één crosser in de geschiedenis die uitgeroepen is tot sportman van het jaar. Er is maar één crosser in de geschiedenis die bij ons de trofee voor sportpersoonlijkheid kreeg. Er zijn er 2 naast Paul Herreigers die de kristallen fiets wonnen. Ook hij won die. Geen ander kan dat zeggen. Dus zullen we er heel dichtbij zijn als we zeggen dat deze man wellicht de grootste crosser aller tijden was. Sven Nys is wereldkampioen. Sven Nys wint hier voor de 16e keer dit seizoen. En zeggen dat hij aan het seizoen begon met de gedachte: ik ga die mannen hier en daar nog eens pijn doen. En wie weet kan ik ze nog wel eens verslaan. Het applaus is eindeloos. Mooi. De juiste trui deze keer. De juiste maat. Wauw. Veelzeggender kan een applaus niet zijn. De voorzitter van de Amerikaanse federatie komt ook nog eens met de volgende. Ik wil van hieruit een eresaluut uitbrengen aan André Meegank, aan collega Paul Herreigers, aan Renaat Schotten, aan Mark Vijverman, aan alle ploegen die hier aan gewerkt hebben. 4 crossen rechtstreeks op een dag. Het is geen kleintje. Maar ook aan de regisseur, de Belgische regisseur Gunther Ergels, die door de Amerikanen ingehuurd is om dit mooi in beeld te brengen. Maar wat een orgelpunt. De juiste man op de juiste plaats. Sven Nys.
En een trui, de Brabantsonne en een trui met de regenboog. Een hele mooie combinatie daar. In de stad van Muhammad Ali, Louisville, Kentucky. Daar staan ze. 1 Sven Nys, 2 Klaas van Tornhout en 3 Lars van der Haar. Mooi podium van een mooi WK. Van Sven Nys, kijkt u mee. Sven komt over de streep en weet dat hij wereldkampioen is. En dit is zijn reactie. In de armen van de begeleiders. Hier is Luc Verzelen, zijn sponsor. En de vreugdeuitbarsting is naar de prestatie. Sven Nys voor de 2e keer in zijn carrière wereldkampioen. Na St. Wendel, nu dus in Louisville.